jaar op kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. Welkom terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Oftewel de Rotjoch. Ja, ik zeg het altijd twee keer in mijn intro. Ik moet echt een betere verzinnen. Het moet gewoon... Ik ga er wat over nadenken. Ik ga zo meteen in de trein richting DDG Headquarters. Ik ga erover nadenken om even wat leukers te verzinnen als deze intro. Maar dat komt vanzelf wel. Goed, in ieder geval mensen, welkom weer terug allemaal bij een nieuwe video. En zoals de titel al zegt, het wordt een Q&A aankondiging. Oftewel, vragen en antwoorden. Man, ik ben trouwens nog reten verkouden, jongen. Oké, dus dat. In ieder geval, er komt dus een Q&A aan. En dat houdt in dat jullie me allemaal vragen mogen stellen. En dat mag op verschillende manieren. Als allereerste, heel veel mensen weten het niet eens. Of deze mensen die hebben het niet door of bedoelen het niet. Ik heb ook een Instagram en een Twitter. Heel vaak krijg ik vragen op Twitter. En die beantwoord ik ook best wel vaak op Twitter. Dus mensen, alvast, ga beneden in de beschrijving van mij, van mijn kanaal, hieronder waar de filmpje staat. Volg mij hier ook, of hier kan je mij ook volgen. Dan zie je Twitter en dan zie je mijn Instagram. Dus daar heb ik op volg gedrukt. Volg me op Twitter en Instagram. Zie je heel vaak wat ik post, of heel veel vragen niet eens stellen. En beantwoord ik heel veel vragen altijd al van tevoren. Voordat je het al gevraagd hebt, heb ik al nee, kijk, hier, neem het antwoord op jouw vraag. Dus, ik zou zeggen, volg me alvast op Twitter en op Instagram. Maar, het belangrijke is dus, ik ga dus een Q&A doen. Als jij een vraag voor mij hebt en je hebt geen Twitter of Instagram, maar je wilt wel gewoon op deze video reageren, laat beneden in de comments even een vraag achter die jij graag beantwoord wil hebben. Mag van alles zijn, mag over van alles gaan, over mijn toekomst, over mijn verleden met D&D bijvoorbeeld, of over een serie die ik niet doe, of een serie die ik wel moet doen, of van alles. Je mag alles vragen aan mij, het geeft niet uit, maar echt niet uit wat je vraagt, maar denk wel na, als je een hele stomme vraag stelt, dan is de kans heel klein dat ik die ga beantwoorden in mijn video, want hè, dat komt in mijn video natuurlijk, als jij hele rare vragen stelt. Waar ik eigenlijk niet zoveel aan heb, dan hè, ga ik dat natuurlijk niet doen. Want dat is best wel stom, want mensen willen jouw vraag nog niet beantwoord hebben, denk ik. Maar je kan me lekker wel van alles vragen en hopelijk haal ik jouw vraag eruit. Dus het is alleen een leuke vraag. Volg me op Twitter en op Instagram. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. En daarna komt ook natuurlijk weer de Q&A online met jullie antwoorden op deze vragen. Dus mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat lekker de vragen achter. Volg me op Twitter en op Instagram. Staat hier beneden. En ik zie jullie graag in de volgende video. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat het maar tot ziens. En peace.